Stel dat je niet meer mag gaan kijken naar de mobiel van je vriendje. Wat is er dan aan de hand? We krijgen een vraag binnen via Instagram DM en die gaat als volgt. Kort verhaal allereerst. Mijn vriendje van 25 is heel erg verliefd, dacht ik. Maar hij is nog meer met mijn relatie. En in 2017 en 2018 was hij echt super aardig. En eigenlijk ook veel liever. Hij deed alles voor mij en ik deed alles voor hem. In 2019 zat hij op Tinder, kwam ik achter. En nu, de laatste paar maanden, doet hij een beetje bot tegen mij. En ik mag nooit meer zijn telefoon bekijken. En hij zegt, ja rustig, doe eens rustig. En als we ruzie hebben, dan zegt hij, doei, later. En als het uitgaat, zegt de persoon, dat zou ik wel jammer vinden. En hij zegt ook, niet meer zo heel vaak, ik hou van je. En zo. Ik wil je niet kwijt, zegt de persoon. Eerder wel het twijfelgeval. Hij wou me niet kwijt. Hij appt me wel continu. En de vraag is, zou hij vreemd gaan? Is hij aan het vreemd gaan? Is de volgende vraag. Dankjewel voor je vraag. En allereerst moet ik je meegeven, ik ben geen psycholoog. Ik heb daar geen studie in gedaan. Ik heb HBO gestudeerd, International Business. En nu ben ik een videotrainer. En het is mijn droom en doel om in Nederland te hebben vol zelfzekerde mannen en vrouwen op camera. Dus wat ik nu doe is eigenlijk laten zien wat ik ook doe. Ik ben een videotrainer. Ik kan je alleen vanuit mijn eigen ervaringen en inzichten iets meegeven. Dankjewel voor je bericht. Toen ik verliefd was en in mijn tienerjaren zat, okay, hij is 25, ik ben toevallig ook 25. Toen was het voor mij, ik deed ook wel eens stom. Ik was ook wel eens jaloers. Ik praatte ook wel eens met andere meiden, want als je niet zeker bent, okay, en je hebt mij via DM verteld dat je een dame bent die nu 20 jaar is en je vriendje die is ouder. Vaak in zulke relaties nemen vriendjes jou niet zo serieus. En jouw vraag aan mij is, zou hij vreemd gaan? Is hij aan het vreemd gaan? Dat weet ik niet. En dat kan ik niet voor jou bevestigen. Maar jij kunt het wel voor jezelf gaan onderzoeken. Hoe, voornamelijk in mijn tienerjaren, mijn vriendinnen erachter zouden kunnen komen dat ik aan het vreemd gaan was, was puur door vragen te stellen en dan te kijken naar mijn reactie. Hey, gewoon direct zijn. Ik denk dat je vreemd gaat, klopt dat? Ik bedoel, de ander, of je vriendje in dit geval, gaat denken, wow, wat bedoel je precies? Die gaat misschien heftig reageren. Of die gaat misschien jou negeren. En dan weet je, er is iets aan de hand. Hoe kan je erachter komen dat hij vreemd gaat? Als hij jou negeert. Als hij er heel erg boos om wordt. En dan, maar dat is ook van twee kanten te bekijken. Ik zou boos worden als iemand aan mij zou vragen, ga je vreemd? En ik ga niet vreemd, dan zou ik boos worden omdat de ander mij niet vertrouwt. Maar als ik wel aan vreemd gaan was en de ander die vroeg, hey, ben je aan vreemd gaan? Gewoon direct. Dan zou ik ook boos worden, omdat het misschien de waarheid zou zijn. En als ik ergens niet over wil praten, dan heeft het altijd een diepere betekenis. Oké? Okay? Ik zou je aanraden om dit aan hem te vragen. Want kijk, je kunt verliefd zijn. En ik vertelde mijn ouders, voornamelijk bij mijn eerste liefde in ieder geval, toen ik 14, 15, 16 was. Dat tijdje in relatie met de persoon. Maar ik hou van die persoon. En mijn ouders zeiden, het komt wel goed, je zult wel iemand anders vinden. En ik dacht, ben je helemaal gestoord? Ik hou van die persoon en met die wil ik samen blijven. Terwijl die persoon misschien ook met andere dingen deed. Ik weet niet wat, maar ik weet wel dat de persoon met andere mensen aan het praten was. Kijk, ga het gesprek aan. Bel de persoon. En als de ander niet genoeg tijd investeert in jou door te praten. Kijk, als man, dan wil je dingen kort en krachtig houden. Klaar. Als vrouw, dan wil je lang over dingen gaan praten. Want het is allereerst gezellig. En dit is wel een algemenisering, oké? Okay? Dit is wel in het algemeen wat ik nu zeg. En je wilt het over hebben, het is gezellig. En je wilt wat dieper op het onderwerp ingaan. En niet veel mannen die kunnen daartegen. Maar als je nu al, als jouw vriendje nu al jou half negeert, jou minder respecteert, minder vaak zeg ik hou van je, dan geef ik aan voor hem als tip mee. Bro, denk aan het begin van de relatie en doe de dingen die jij in het begin van de relatie deed. Ook bij mij. Ik kocht in het begin van de relatie rozen. Na 3 jaar, nog steeds dezelfde relatie, gaat supergoed. Merkte ik dat het wat minder ging. Ik zit nu 5 jaar erin. Na 3 jaar merkte ik dat het wat minder ging. En toen zei
Een collega van mij, toevallig, doet de dingen die je in het begin van de relatie deed. Okay, en dat wil ik ook nog meegeven. Je wilt niet alleen gaan aanvallen en die vraag stellen. Dat hoort er ook bij. Kijk, een vraag stellen is eigenlijk net een wapen. Het is eigenlijk net een schot. En niet velen die kunnen daartegen. Omdat het hun kan raken. Okay, voornamelijk als het waar is. Dus kijk voornamelijk naar zijn gedrag. Wordt hij agressief? Had hij negeren wat ik eerder heb gezegd? Uiteindelijk wil je wel teruggaan naar het begin van de relatie. Denk eraan. Je zegt 2017, 18. Hoe was het toen? En waarom is het nu niet meer zoals toen? Dit is ook een van de vragen die je kunt stellen aan je vriendje. Hey, weet je nog die tijden? Superleuk lief. Waarom is dat nu niet? En als het nu niet is, wil je allereerst zelf er alles aan gaan doen. Want je houdt van die persoon om reden. Om de relatie te verbeteren. Doe dat allereerst. Doe er alles aan. Doe de dingen die je in het begin van de relatie deed. Een leuke date, een leuke verrassing. Zeg niet te vaak ik hou van je, maar zeg het op de juiste momenten. Wanneer. Dit voel je aan, dat kan ik niet voor jou invullen. Dat blijft testen, heel leven lang. En vooral de dingen doen die je in het begin van de relatie deed. Ik vertrouw erop dat je hier wat uit hebt kunnen halen. En ik waardeer je vraag. En nu aan de persoon die aan het kijken is ook. Volg me op Instagram, @reconstructedmarco. En stel jouw vraag via een DM. Je kunt het via de link hieronder zien. En abonneer op mijn YouTube kanaal als je denkt. Ik vind het wel interessant wat je zegt. Ik kan er wel iets uit halen. Dankjewel. Reconstruct yourself. Herontwikkel jezelf. Ciao, ciao.